Ontzettend leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik zit in de metro onderweg naar Hoogvliet. Ik ga namelijk naar de tatoeshop om twee nieuwe tatoeages te zetten. Eigenlijk zou ik samen met Chantal gaan, maar dat is nu in één keer omgedraaid omdat zij in één keer niet kwam. Dus zij gaat apart van mij later. Maar ik ga het jullie wel zetten. Ik ga een diamantje laten zetten en ik ga een pijltje laten zetten. Eigenlijk onze streepjes die het zijn dan ook een keer laten zetten. Dus ik zou zeggen, let's go. Laten we gaan. Ik ga jullie meenemen. Goed, ik loop nu onderweg naar de bushalte waar ik moet wezen. En vanaf daar stap ik over op de bus. En dan stap ik vlakbij de tatoeshop uit. De gebouwen hier achter mij die je ziet, die grijze gebouwen, dat is mijn hogeschool. Anderhalf jaar geleden, of nee, 2 jaar geleden, mijn tijd volgebracht en mijn HZW-diploma daar gehaald. Dus dat is eigenlijk super grappig om te zien, maar ik ga nu onderweg naar de tatoeshop. Goed, ik zit bij de bushalte. Het is best wel warm. Volgens mij beslaat mijn camera, of ben ik nou gek aan het worden? Nou ja, echt, het is heel erg heet. Echt niet normaal. We gaan nu op de bus wachten. Die komt zo. Over ongeveer 10 minuutjes of zo. 10, 15 minuten. En dan uitstappen bij het centrum. En dan een stukje lopen. En dan, dan gaan we naar de tatoeshop. Jongens, ik ben best wel nerveus dat ik nu alleen ga. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Goed, wat ik jullie nog wel even als tekst en uitleg moet geven, is dat ik de komende week dagelijks zal gaan vloggen. Het is mijn vakantie voor mij, dat geeft mij tijd om dagelijks te vloggen. En ik vind het ook wel weer eens leuk, om daar maar een beetje die drukte achter te hebben van oké, ik moet nu gaan editen, want hij moet morgen online. Dus dat vind ik wel gewoon heel erg leuk om dit te gaan doen. Ik ben een uur te vroeg en dat is niet zo heel erg fijn. Het beeld van mijn camera doet trouwens heel raar, mijn beeld is wit. Ik ga kijken of ik het jullie kan laten zien. Dus mijn beeld doet echt zo vreemd. Het is echt heel irritant. Maar wat ik dus zou zeggen, ik praat ondertussen lekker verder. Ik ben een uur te vroeg. Het is nu 2:05 en ik moet er pas 3 uur zijn. Dus ik ben echt ruim te vroeg. En dat is niet de bedoeling. Maar goed, dat geeft niks. Ik zit lekker half in het zonnetje. Hier is het zonnetje. En hier zit ik. Lekker in de schaduw. Kijk zo, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kunnen jullie het zien? Ik kan mijn eigen camera. Kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor, maar het schermpje van mijn camera, die is dus gewoon bijna helemaal wit. En dat is zo irritant. Maar ja, ik kan er ook weinig aan veranderen. Maar hij doet het. Ik kan wel gewoon zien wat ik film. Ik weet alleen niet of het scherp is of niet. Maar goed, dat is wel heel irritant. Maar ik ga dus zo lekker naar binnen als de tijd om is. En dan ga ik mijn tatoeage laten zetten. En ik ga een pijltje laten zetten en dat diamantje. Ik twijfel nog steeds over het hartje of het pijltje met z'n tweetjes. Maar ik vind dat pijltje denk ik toch leuker. Dus ik ga tussendoor lekker wat filmen als het mag. En anders dan zien jullie mij zo meteen. En het is trouwens voor de eerste keer dat ik naar een officiële tatoeshop ga. Ik ben namelijk bij 2 mensen geweest. Eerst op Akkerhof bij ons zat er iemand die deed voor zichzelf aan huis. En vervolgens bij vlakbij mijn oude huis. Daar deed ook iemand dat voor zichzelf aan huis. En nu ga ik voor het eerst naar een tatoeshop. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn, hoe dat gaat lopen en hoe ik het ga vinden. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. En trouwens, de afgelopen week vlog is niet online gekomen. Dat klopt, want ik miste heel veel beelden. En mijn camera die is de afgelopen week heel raar gaan doen. Dus die heb ik maar gewoon lekker geskipt. En daarom zien jullie deze vlog nu op zondag van gisteren. Goed, en terwijl ik nu dus mijn camera uit en aanzet, hij staat nu dus aan, heb ik dit beeld. Ik zet hem uit. Ik zet hem aan. Ik heb dus geen beeld meer. Ik weet niet hoe het kan, ik weet niet wat er aan de hand is. Mijn camera begint steeds raarder te doen en ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Mijn camera doet het nu dus niet meer, jongens. Dus ik ga door op mijn telefoon de komende meivakantie, tenzij ik mijn camera nog kan redden. Maar als ik dat niet kan, dan zal ik gewoon lekker door moeten op mijn telefoon. Dus in ieder geval zit ik nu dus nog steeds te wachten. En ja. Het is gewoon vervelend dat mijn camera precies nu gaat niet. Dat hij er nu mee stopt. Maar goed. Misschien als ik hem met rust heb dat hij het straks nog gaat doen.
Maar ik ben bang dat ik op mijn telefoon door moet. En ik hoop niet dat jullie het erg vinden. De kwaliteit is op zich prima. En het geluid ook. Dat heb ik vaker gemerkt. Maar het is niet de bedoeling. Weet je, ik heb mijn vlogcamera. En die doet het nu in één keer niet. Dus dat is allemaal wel heel erg vervelend. Maar goed. Sparen voor een nieuwe. Dat is sowieso ook een dingetje wat ik wil gaan doen. Ik wil af en toe een beetje geld opzij gaan zetten voor een nieuwe vlogcamera. Want anders... Weet je, het was een hele fijne camera. En ik gebruik hem nu al... Wat is het? 2 jaar? En hij doet het nog steeds, maar hij begint het steeds slechter te doen. Dus ik denk dat ik gewoon een nieuwe moet aanschaffen. Maar nog niet nu. Want ik moet eerst een tatoeage gaan betalen en ik ga komende donderdag naar Amsterdam. Dus daar heb ik ook geld voor nodig. Maar het komt goed, want we hebben nog een telefoon. En lang leven de technologie, jongens. Alles kan. Ik moet het nu alleen overzetten op mijn eigen laptop en dan op mijn MacBook. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zou zeggen, ik ga even wachten en dan ga ik ze terug naar binnen naar de tatoeshop. Ik ben nog helemaal niet geweest. Goed, het is de tijd. Het is 15:15 geweest. Ik loop nu richting de tatoeshop. Binnen 2 minuten sta ik binnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben licht, ik ben niet nerveus, maar ik vind het wel spannend om dit nu alleen te doen. Maar ik vind het op zich wel goed. Plan nu. Ik vind het nu niet zo heel eng meer. Dus we gaan naar binnen. En dan gaan we kijken hoe, waar en wat het geplaatst wordt. Goed, daar loop ik dan. Langs mijn oude school. Hier heb ik dus op school gezeten, jongens. Super leuke tijd gehad. Korte tijd. Ik ben 1,5 jaar mijn diploma gehaald. Maar wel altijd heel fijn gedaan en gezellig en zo. Ik ben onderweg naar de metro. Ik ben klaar. Het was heel goed gegaan. De tatoeshop zag er best wel creepy en een beetje ruig uit. Vond ik, mijn mening. Maar het was super leuk. Dus mensen waren heel vriendelijk. En ik vond het heel erg fijn. Ik heb een irritant, prikkend oog. Heel irritant. Maar het is echt heel goed gegaan. De mensen waren vriendelijk. Goede uitleg. Hij deed alles echt steriel. Alles werd netjes steriel gepakt. Dus ik ben heel erg blij. Ik weet alleen de naam niet die ik heb gehad, maar hij deed het echt super goed. Het was super, super tof om dit te doen. Dus ja, nu op naar huis. Wacht, ik ga straks nog wel even snel een soort van laten zien. Ik ga mijn zonnebril af, want anders zie ik niks. Dit is het diamantje. En dit is de pijl. En nu ga ik gauw lopen naar de metro. En hopen dat mijn traanoog stopt, want dat is heel vervelend. Goed, ik zie jullie zo lekker als ik thuis ben. Goed, daar ben ik dan. Ik ben klaar. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald en gelijk een glittertje opgedaan. Gewoon lekker simpel, maar wel leuk. Mijn haar is dus lekker gewassen en het is lekker gedaan. Zoals je kan zien, er zit dus een complete paarse gloed in. Kijk, kunnen jullie het een beetje zien? Jawel, toch? Mijn haar is dus zo te zien nog steeds te donker. Maar ik kan wel echt zien dat het een paarse gloed heeft. En ik vind het heel erg tof. Ik ben er heel erg blij mee. Zeker in het zonlicht, denk ik, morgen. Dat het heel erg gaaf gaat zijn. Ik ga de vlog hier eindigen. Ik ga de beelden op mijn Chromebook zetten. En dan vervolgens op mijn MacBook om te editen. Oh, jongens, het was vandaag een hele leuke dag. Het was een hele gekke en impulsieve dag, want ik heb die erbij nog even in het licht laten zien en ik heb deze erbij en ik ben er heel erg blij mee. Het diamantje vind ik heel erg gaaf en die trouwens ook, hoor, die vind ik ook heel erg tof. Ik vind hem heel erg, ook gewoon als je hem zo hebt, weet je, dan zie je gewoon het pijltje zo en hier zie je dat diamantje zitten. Ik vind het heel erg gaaf. Ik ben er heel, heel, heel erg, heel erg blij mee. Maar goed, ik ga deze video eindigen. En ik zou zeggen, ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Tot morgen!